Waregem uit. Racing hield 120 minuten gelijke tred en won een superspannende strafschopreeks met 10-9. Voor het eerst in 9 jaar plaatst een derde klasser zich voor de kwartfinales van de beker. Racing Mechelen-doelman Michael Klepkes ontpopt zich tot de held van de avond. Hier redt hij in de tweede helft een kopbal van Leijen. Na 90 minuten is het nog 0-0, de spanning stijgt. Ook in de verlengingen wordt niet gescoord en daar zit de doelman van de thuisploeg voor iets tussen. Michael Klepkes is de naam, knappe redding alweer. Strafschoppen dan maar en bij 9-9, u hoort het goed, redt nummer 99 Klepkes de penalty van collega-keeper Bossut. Klepkes voelt de spanning, hij kan de match beslissen en doet dat ook. Derde klasse Racing Mechelen naar de kwartfinales, verdient volgens uitblinker Klepkes. De beste ploeg heeft gewonnen. De beste van de Mechelen. De beste ploeg van Mechelen. De vreugde is compleet in het Oscar van Kesbeek Stadion. De supporters zijn door het dolle heen. Voorzitter Mon Flips kan zijn plezier niet op. En ook trainer Regie van Akker is tevreden. Ja, ik denk dat de hele match bekeken dat wij terecht gekwalificeerd zijn. Maar ik heb zojuist gezegd, ik heb mijn bedenkingen als dit eerste klasse voetbal is. Dan vraag ik me af, België, waar staan wij? Het bekersprookje van Racing Mechelen duurt dus voort. Waar een wil is, is wel degelijk een weg. Racing Genk schakelde gisteravond Lokeren uit. Genk won thuis met 1-0. Het Genkse